en ik kwam eigenlijk iemand tegen op mijn werk die ik een jaar terug. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pats voor iedereen. Het is vandaag donderdag de 27e. En ik doe nu vandaag de gordijnen omhoog. Als het goed is, 8, 9. Nog een paar dagen. Volgende week is al nieuwjaar. Ik zit eigenlijk al een beetje richting van nieuwjaar toe. En ik ging even gordijnen omhoog gooien. En ik ga even mijn haren kammen. Want het is niet echt. Nou, het ziet er niet slecht uit, maar ook niet echt. Kan beter. Laten we het ophouden. Dus, we gaan even mijn haren kammen. Zo. Dus. En we gaan er een leuke dag van maken. En wat ik eigenlijk moet doen is vandaag werken. Oh, wat heb ik daar geen zin in, zeg. En ik hoor herrie daar zo. Bij de overloopje hier beneden bij mij. Of zou het daar zijn? Want daar zijn ze nu met de derde verdieping bezig. En wat ik nu ga doen is even koffie drinken. Ik heb even lekker trek in. En wat ik weer zo goed ben, is even kerstboom aanzetten. Dus ja, en dat allemaal. En nog koffie. En dan ga ik even bezig met de video's, dus even lekker wakker worden voor de koffie. Zo, nou ik heb trouwens op tv heb ik het eindelijk gevonden, want ik ging zappen. En heb ik eindelijk gevonden en wat ik nu ga doen is lekker weer een bakje koffie zetten. Ik ben nog gelukkig klaar met editen. En ik heb vanmorgen even wat optreinen, maar morgen heb ik ook wat anders. En water is leeg. Dus zet ik de camera even hier neer. Zo, dan ga ik die even vullen. En oh, wat krijg ik tegenop? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te werken. Als het goed is, is Laxman vrij. Want want dat hoorde ik. En ik probeer het vrij te vragen en het lukt gewoon niet. Echt, ik snap er geen piep van. Nee, ik zeg even maar piep, want ik maak mijn eigen piep al van. Ik snap het gewoon niet. Want ik ga eens even een keer proberen op mijn verjaardag dat ik ook Rick en naar zijn hoofd te hebben. Rick en Jim. Dat ik gewoon geen vrij krijg. Dus ik snap er geen. Ja, ik snap het gewoon niet. Waarom ik geen vrij krijg. Laxman, ja, ik hun, Jim en Rick, een van de twee zei van, ja, maar misschien omdat het drukke periode dan is. I don't know. Maar, ik kan er gewoon niet wachten. Ik ben binnenkort bijna over, is nog even lekker aftellen. Dan word ik gebeld door iemand. Maar dan gaan jullie nog wel een keer horen erover. Dus. Maar ja, en vanavond heb ik eigenlijk een klein beetje gesprekje over iets. Maar dat gaan jullie niet zien. Maar ik ga het wel even melden. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ik laat jullie nog ooit. Jullie gaan binnenkort wel ooit wel zien. En ik ga me even lekker relaxen. Zo, ik ben net klaar met werken. En ik heb een paar dingen gehaald. Maar dat laat ik wel waarschijnlijk even thuis zien. En ik ga dan even lekker wat makkelijks eten dadelijk. Dat is, denk wat ik gisteren heb gegeten, want dat heb ik nog over. Doe ik gewoon dadelijk even lekker in een bak op mijn bord. En lekker, dan ga ik dat eten. Kip kondori ga ik weer eten met rijst. En ik heb eigenlijk een frituurpan gehaald. Niet echt letterlijk frituurpan, maar gewoon voor frituren. Dus, en ik heb iets van gehaald voor oliebollen. Want ik ga oliebollen bakken. Dus, en ik kwam eigenlijk iemand tegen op mijn werk. Die ik een jaar terug mee heb kerst gevierd. En ja, ik voelde heel apart eigenlijk. En die zei op het moment tegen mij: we hebben je wel gemist. Ik dacht, wow, zo. Maar dat raakte me wel van binnen eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Maar ja, dat is, het leven loopt altijd op een rare manier. En soms denk ik van,
Ja. Eigenlijk is, gaat de tijd alles gebeuren rare dingen. Dingen eigenlijk in het leven. Door mij van dat het hard gaat voor wat. En want ja, ik kan al deze dingen wel blijven zeggen, maar ik ga nu maar richting huis toe. Dat ik even snel eten. Ik heb trek. Ja, ik kan wel zeggen honger, maar honger zeg je altijd als je moet de buitenlanders zeggen, vind ik. Nou, ik heb trouwens net even eten hierin gedaan. Het is nu 7 uur. Ik kan hier nog niet echt trek, dus ik dacht wacht even. Maar nu wel. Meestal ik dacht, nou weet je, het is maar langer. En ik ga maar de wekker aanzetten. Lekker even 10 minuten. Ja, 3 minuten is ook goed. Als hij maar even warm wordt. En ik zie nog steeds lekker top 2000 kijken en gelukkig hoef ik morgen niet te koken, want ik uit mijn neus dan ga ik bij Atlantis eten. Ik heb super veel zin in en ik zou nou te denken, het is voor jullie nu als goed heb oudjaarsdag. Wat gaat het hard? Voor mij is er nog 5 dagen, geloof ik. Nee? Of heb ik het al goed? Nee, 4 dagen. Voor mij is het eigenlijk nog 4. En voor jullie nog 1. Dus het is vandaag oudjaarsdag, 31ste. En ja, voor mij is het 27ste eigenlijk. Dus klinkt raar wat ik zeg, maar dat wil ik even bij zeggen. Dus gewoon, ja. En ik ga nu even maar wachten op het eten. Het is over een minuutje klaar. En ik ga zo meteen even naar mijn begeleider. Even dadelijk appen of ze tijd heeft. Dus ja. En dan ga ik maar even lekker relaxen. Ik heb wat drinken al een tijdje al gepakt. En raar gevoel om er weer eigenlijk gaan te werken. Maar toen ik vrij had, leek het net het gevoel heb dat ik weekend had eigenlijk. Zo voelde. Zo. Ik heb de hik joh. Zo voelde het voor mij. Dus ja. Maar ik ga nu even vochten beter. Zo, nou ik zit daar te denken. Ik had de tas trouwens nog bij me. Waar ik iets had gehaald. Maar wat het is. Dat is sowieso dit. Ja. Waarvoor? Dat ga ik nog niet zeggen waarvoor. De reden. Nou ja. Dat gaan jullie nog wel zien. Ik heb nog iets gehaald. En leg nou nog iets in en dan kan ik het laten zien. Dus. Zo. Ja, dus dat is de pan. Wacht, ik haal hier zelfs het plastic eraf, want dan kan ik het beter laten zien. Want ik neem het even op. Wat waarschijnlijk niet mag laten zien als ik hem los krijg. Zo. Oh, die zit gelijk los. Zo. Zo. Ja, ik ben er blij mee. Dus dat ding, deze ding. Maar ik ga het eerst even zo luisteren liggen als wat. Als het goed is. Hoe ga ik dat doen dan? Even serieus, nou vraag ik me af. Hoe ik dat moet doen. Zo dan. Aan de zijkant. Maar ik denk het wel. Ik denk dat het dan zo wordt. Oh shit. Want dat dan deze meneer moet neerzetten. Als ik uit wil laten lekken. En als het zo niet. Dat ik zo doe. Dat denk ik eerder. Maar ja. Daar heb ik deze ook nog bij. Ga ik even kijken hoe het. Hoe zit dat in elkaar dan? Vraag me echt af, want daar gaat niet op. Oké, maar dan ga ik nog even uitlopen. Maar deze kan ook weg. Maar nou ga ik iets laten zien wat ik eigenlijk niet kan laten zien. En een boekje. Hoe kom ik hier naar? Oh ja, postvak. En ik krijg nog een post. Maar er neemt niks op. Dus ik ga kijken wat het is.
zou geen kerstkaart toch kunnen zijn? Nee. Wauw. Oh, hier. Oké, mensen naar je toe smokkelen hier. Nou, ik kan er niets melden erover. Maar heel apart. En ik ging trouwens, ik heb het niet gemeld dat ik eigenlijk bij mijn verjaardag. Voor mijn werk had ik over mijn vrijdag. Ik had een vrije gevraagd. Van 31ste tot en met. Met 6 januari ongeveer, 7 januari, maakt het uit. Maar, dat is afgekeurd. Maar hoe zit dat in elkaar? Er is iemand op mijn werk, die heb ik niet geakkoord. En als diegene niet had geakkoord, dan wordt het als automatisch afgekeurd. Heel apart. Maar ja, ik vind dat heel vreemd. Maar dat is. Maar ik zit dan nu weer te kijken naar die pan hoe die moet, maar ik zie al hoe die moet. Ik heb diegene waarover gaat, heb ik een bericht gestuurd via Facebook eigenlijk. Van hoe zit ik heb blablabla die datum daar dan vrijgevraagd. En iemand zei dat ik bij jou moest zijn. Zo heb ik het gemeld. En toen heb ik een bericht gestuurd. Ik ga zo meteen kijken of ik antwoord heb gehad. Zo niet. En Gaia zit weer te koekeloeren. Ja. Jij wil ook zijn, hè? Jij wil ook op je YouTube, hè? Ja. Dus, maar ja, dat is dus verhaal. En ik heb ergens een Gaia over gesproken. En het was een super tof gesprek, vind ik zelf. En lekker YouTube zitten kijken. Voor de rest, niks te melden. Ik ga denk ik zo meteen even douchen pakken. Misschien al gelijk in mijn bed liggen, maar dat gaan jullie nog wel zien. Maar ik ga even kijken of ik douche kan nemen. Maar wat ik wel ga doen, wat ik nu ga doen, is dit. Wacht, ik ga even laten zien of het nou te zien is. Nee, het is niet te zien. Wacht, ik zet jullie hier neer. Dan kunnen jullie wel mee zien. Of het nou werkt of niet. Even kijken wat hij doet. Misschien gaat hij net tegen de camera? Nee, kom mee. Kijk, hier dit stukje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit. Nee, dat kunnen ze niet zien. Nee, dit stukje. Wil ik wel zeggen. Maar ja, ik kan niet laten zien, dus ik zet hem even helemaal hier neer. Ga ik nu even kijken? Ja, nu gaat hij wel. Als ik hem met één hand doe, dan gaat het niet werken, maar als je het met twee handen doet, gaat het wel werken. Deze gooi ik normaal nooit open, want al ga ik weer, soms denk ik, oh wacht, ik wil video's kijken. Komt er nog een beeldscherm op de beeld. Licht op de beeld van de computer en dat vind ik vervelend. En dan wil ik ook meestal donker hebben, dan want kan ik het beter zien. Vandaar. Ja. Dus wat ik nu ga doen is lekker achter de computer weer zetten en misschien zo meteen even douchen. Zo, ik heb eigenlijk nog niet gedoucht, maar ik dacht ik had er geen zin in. Ik heb zo deze trek. Dit had ik natuurlijk al laten zien. Ik vind dit eigenlijk al een mooi dingetje eigenlijk, als ik eerlijk ben. En ik zet hem maar even daar neer. Ik vind het heel raar, een bedrijf, ze noemen geen namen, gaan een reclame maken via brievenbus. En denk ik van, what the fuck? Hoe dan? Waarom ga je reclame maken? En ik zat aan het kijken, maar ik denk dat hij toch naar binnen moet. Maar dat kan niet. Ik vraag me echt af. Hoe denken jullie eigenlijk? Ik zet even aan mijn neus. Oh, die wil niet blijven staan. Wacht, misschien zo. Kijk. Wat zit er net? Het ziet er zo uit, maar als ik dit ding opzet. Nee, hij zit helemaal rond.
snap er niks van. Maar dit kan ook niet. Dat kan die wel. Juist. Dat kan niet. Jezus, schrom maar wat. Nou, ik snap er niks van, hoor. Wat denken jullie? Laat even weten in de reactie. Want ik snap hem niet. Het zal wel, het zal wel. Nou, ik doe gewoon deze naar binnen. En ik zie het vanzelf wel. Zo, hoppakee. Deze ga ik weg. Wacht even, camera pakken. Zet ik even tafel neer. Want ik heb natuurlijk al van gekeken. Van... of het voor Dave hiervoor bedoeld is. En dit is een beetje rotzooi, maar dan ga ik binnenkort even opruimen. Morgen heb ik geen tijd voor. Want ik ga dan uit eten bij Alantis. Ik heb er nu al zin in. En ik zat een keer daar trouwens afwas, dat heb ik niet eens verteld. En er was zo'n glas stukje afgebroken. Ik denk, hoe dan? Wauw. En deze kan bij de potten. Potten! Dus zet ik het aan hier. En dan, ja, ik heb een beetje trek, dus ik ga even een lekker broodje eten. Misschien dat hier wat ligt, zodat ik denk van ja, dat kan ik nemen. Hier ligt niets, maar... Kerstel. Kan niet kwaad, toch? Ik heb de laatste tijd heel vaak in de avond trekken en ik weet niet hoe het komt. Ben ik de enige trouwens die altijd vaak laat in de avond honger heb? Of zijn jullie het ook die vaak laat in de avond honger heb? Kijk, ik kan ze even nemen. Nee, ik ga gewoon lekker even een broodje maken, denk ik. Hier een beetje langzaam een beetje opbouwen. Hiermee is het eigenlijk al klaar. Maar nog niet overgemaakt. Het is 23 is al geweest. En 24. Heb ik een beetje gegeten trouwens. Ik kan weg. Vond ik leuk om te doen. En ik heb lekker kippen doorheen gegeten. Weer gegeten hebben. Maar oh, wat heb ik zin in morgen. Echt zin in. En vandaag ben ik weer een kerstpakket gegeten bij mijn werk. Ik ben echt zo vergeetachtig. Denk van, Sander. Word eens wakker. Maar ik ga even maar even lekker broodje eten. Laten we dat even doen. En laat ik zo zien wat ik gemaakt heb. Nou, ik heb trouwens even lekker broodje met pindakaas gemaakt. Daar kan ik even trek in. Dus ga ik dat even lekker eten. En dan lekker op de computer. En dan ga ik lekker op computer lekker YouTube kijken. Wat ik heel vaak doe. En even kijken welke video ik ga kijken op YouTube. Ik kijk heel veel YouTubers. Oh, wacht, niet zo. Hier kijken natuurlijk. Ja. Dus sommigen denken... Echt, als ik qua kijken denk ik aan wat er... en ja. En nu? Nou ja, dan ga ik al meestal over versen en ga ik lekker kijken. What the fuck? Ik zie hier. Titel staan, Tim gooit een mes tegen de raam. En gelukkig nieuw. Gelukkig nieuwjaar. Die wil ik wel zien. Die ga ik die even kijken. En dan ga ik de, ja. Typ gewoon in hashtag boos en ik kan dat ook gewoon zien. Nou, ik lig lekker nou in bed. Ik heb lekker video's te kijken. Het is nu bijna 1:30. En ik lig al een beetje te slapen. Wacht even.
Ik moet nog een vlog afsluiten. Het moet niet zo snel gaan. Maar wat ik eigenlijk nu wil zeggen is, een tijdje geleden dat ik eigenlijk niet in bed heb gevlogd heb toen ik wakker had gaan slapen. Maar ja, ik ga eens kijken. Hij reageert niet eens. Hij reageert gewoon niet, hè? Nee, die is denk ik ook helemaal moe. Hij reageert er wel een beetje op, maar dan denk ik, ja, fuck it. Wow. Ja, moeie, denkt hij dan. Hij is het echt van dode hond ligt zitten te kijken. Nou reageert hij wel. Maar ja, wat ik eigenlijk nu ga doen is lekker slapen. Jullie allemaal dan bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog trouwens niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijken voor je goed nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik hierbij later. Ja, we hebben net een boodschapje gedaan. Maar daar heb ik natuurlijk al gemeld. Want ik moest al dingen halen. Ik heb al een lijstje al gemaakt. Maar ik weet niet uit mijn hoofd of ik nou alles heb. Wat doe jij nou? Rickert! Rickert! Hey! Rickert!